Op dak staat een luchtgekoelde warmtewisselaar. Deze koelt actief de lucht voor het Erasmus, waardoor mensen een koele, aangename lucht ervaren. Deze koelmachine draait in de zomer, in het voorjaar eigenlijk redelijk vaak. En daarbij ruikt hij ook vervuild. En daarbij is onderhoud noodzakelijk. De vervuiling die hierbij komt kijken is atmosferische vervuiling, pollen, eigenlijk alles wat de ventilatoren aanzuigen, dat komt op de warmtewisselaar terecht. En daarmee wordt het pakket bedekt en zal de efficiëntie naar beneden zakken. Dus het is belangrijk om deze bij te houden, te reinigen en eventueel te coaten. Wij zijn Altena Groep. We verduurzamen, renoveren en maken koel-, technische en luchtbehandelingsinstallaties efficiënter. Onze klanten en afnemers zijn installateurs, zorginstellingen, ziekenhuizen en zoals je achter ons ziet, het Erasmus MC. We kijken naar de bestaande koelinstallatie of luchtbehandelingsinstallatie. En daarbij kijken we wat het rendement op dit moment is en hoe we dat kunnen verhogen. Vaak is er een mogelijkheid om de ventilatoren te vervangen die al een energie-efficiëntiewinst hebben van 40-50%. Dus de investering is vrij snel terugverdiend. Voor het chemisch-technisch reinigen plaatsen we een bak onder de luchtgekoelde warmtewisselaar. Bij het chemisch-technisch reinigen komen harde metalen en atmosferische vervuiling vrij. En dit wordt afgevangen in die bak, waarbij het afgevoerd wordt met een pomp en jerrycans. En via de juiste manier wordt afgevoerd en alles wordt bijgehouden waar het blijft. Het is wettelijk verplicht om alles netjes te documenteren, af te vangen en af te voeren. Het preventief laten coaten van een luchtgekoelde warmtewisselaar heeft zin omdat het rendement blijft behouden. Er wordt een aluminiumhoudende coating aangebracht die dezelfde eigenschap heeft als de aluminium lamellen. Daarmee blijft de warmteoverdracht maximaal en blijft de luchtgekoelde warmtewisselaar maximaal beschermd. Op dit moment zien wij dat de klant steeds meer vraagt van hoe kan ik mijn installatie verduurzamen, hoe kan ik hem efficiënter maken. De grotere bedrijven in Nederland zijn plichtig een energie-informatierapport aan te leveren bij de overheid. En daarbij kunnen wij ze perfect adviseren in welke duurzame maatregelen ze kunnen treffen.